Good morning, cuties. Het is vandaag woensdag en ik ben net klaar met mijn haren krullen. Ik heb alleen mijn ponies, mijn curtain bangs heb ik in deze haarrollers gedaan. Hopelijk doet hij het. Maar elke keer dan, ik weet niet, op de een of andere manier mislukken altijd het krullen van mijn curtain bangs. Maar dat hoop ik dan nu goed te doen. En mijn vriendin komt over een half uur. Die komt bij mij hier op bezoek in Amsterdam. Want ik was laatst in Eindhoven. En toen had zij tentamen. En nu komt ze hierheen, want ze is net klaar. Oké, hier komt een moment van de waarheid. Ik durf het niet eens eraf te doen. Oh my god. Misschien mislukt hij weer. Ah. Het is niet zoals ik het wil. Het is ook niet heel erg poofy. Kijk, de andere. Blah. Oh, het kan wel. Het is niet zoals ik het wil. Maar je ziet wel een beetje dat golvende. Oké, mijn outfit van vandaag is een topje. En dan ga ik deze blouseje bijdragen. En dan heb ik nog een broek van de Uniqlo aan. Dus het is niet te pak. Ik zal even hierop staan, kan je beter zien. Kijk. Broek. Dat is nou mijn outfit. En dan ga ik deze puffy bag van COS bijdragen. Of ik ga mijn daily paper tas dragen. Oké, een paar zwarte tassen. Zijn er drie. De eerste wat ik in gedachten had was dus deze van COS. En toen dacht ik van, misschien is daily paper ook wel leuk. Wat stoerder. Zo ziet die dan eruit. Of ik ga mijn Uniqlo tas dragen, die heb ik ook altijd niet meer gedragen. En hier kan ook heel veel in. En ik vind het fijner om een tas te dragen waar ik echt veel in kan doen. Want ik heb natuurlijk ook mijn standaard waarmee ik vlog. En die wil ik ook meenemen. Maar hier past ook heel veel in. Deze is meer... Ik denk dat ik één van deze twee ga dragen. Ik weet nog niet welke. Ik ben niet zo heel lang en mijn broek komt redelijk tot net iets over mijn enkel. Dus ik ga deze schoenen bijdragen van die, hoe noem je dat ook alweer? Slingbags hakken. Nou ja, in ieder geval deze ga ik dragen. Ik denk dat dit toch mijn outfit wordt. Met de kostas. En deze hakken. Oh, volgens mij is mijn vriendin aangekomen. Want ik zag een appje van haar. Dus ik ga nu even beneden voor haar openen. Hallo. Welkom. Steeds eindelijk weer hier. En ze heeft analytics gehaald. Yes. Tentamen gehaald. Yes. Ik hoop dat ik echt nooit meer. Wow. Is deze obsessed met het uitzicht? Het voelt alsof ik in de band ben. Ah. Is deze gewoon obsessed met mijn kamer? Ja, echt zo nice. Oh, ja. Ja, ST heeft haar haarklipje, dat is deze tussen al mijn haarklippen, gelegd. Kijk hoe schattig die van haar is. Dat zijn ook mooi. Ja, maar die van jou is wel... Heeft meer details.
is precies een soort van hetzelfde, maar dan een andere soort van patroon en kleur. Are you ready om te gaan? Ja, ik moet alleen nog even checken welke metro we moeten pakken. En dan kunnen we go. Ik wist niet eens dat ze metro's hadden in Nederland. Dit meen je niet? Ja, ik heb alleen tram en trein. Nee, dit meen je niet. Zeg maar, ik ga alleen maar met de metro in andere landen en niet hier. Kijk, weet je, als we over algemene kennis hebben. Oké, we zijn nu op het Leidseplein. We gaan zo overstappen. Tram trap. Kijk hoe cute. Lekker. Ja, lekker. I like it. En dan hebben we nog een lotus. Biscuit. Ja, ja, we hebben een mochi donut. Biscuit. Lotus. Of wat is het? Lotus smaak. Ik weet het niet meer hoe het heet. Nee, want de biscuit is lotus. Oh. Die koffie. Oh. Ik dacht lotus. Ik dacht, je hebt iets bijzonders uitgekozen. Maar je hebt wel een meest basic uitgekozen. Oh, ze hadden ook matcha uit z'n allemaal. Ja, dat klopt. Oké. Esther wil heel graag de lotus. Wat zijn de koekjes? Delen? Oh ja, daar ben ik wel heel benieuwd. Is een donut voor €3.40? €3.80 volgens mij. Hey, jij mag eentje met heel veel lotus. Wie kan aan? Ik kan het taste test dit. Oké, dus dit is een Pringles met bologna. En jij hebt een? Bouw. Met bouwbun. Oh, een bouwbun. Bouwbun. Oh ja, met hetzelfde. Ze hebben ons een kansschoenen gegeven, wat super handig is. Eén kansschoen. Eén. Dat gaat wel moeilijk maken. Maar ja, dat blijft jouw ene hand wel schoon. Oké. Misschien moet ik er al. Misschien moet ik er al halen. Maar dat werkt ook niet. Ik moet heel papaars. Binnenkant. Het is wel loaded, I guess. Schatten. Maar welke wil ik hebben? Deze? Of de zonnebloemen? Kijk hoe cute! Het zijn cherry blossoms. Ik ga dit alleen puzzelen op Valentijnsdag. Oh, oké, wat? Nou, waar ruiken ze naar? Ik zal die kuspuzzel gaan maken.
are back met onze aankoop. Voedsel maken. Ja. We zijn thuis en moe. We have a mini shoplog. Nou, zien jullie deze tas? Nee, ga er nou eens niet in de weg. Ik heb een t-shirt van Uniqlo. Ja, deze is dus blijkbaar heel populair. Maar ik snap de populair. Het is gewoon heel basic. Het is heel basic. En het is echt goede kwaliteit. Echt. Het is wel goed. Heel netjes afgewerkt. Tenminste, het is iets dikkers. Uniqlo. Always. Het verbaast me toch weer elke keer als ik de winkel binnenloop. Ik ben nog nooit teleurgesteld in Uniqlo volgens mij. Maar ik hou gewoon heel erg van Uniqlo. Artificial intelligence. Nerd. Maar okay, is dit letterlijk theorieën of? Het is een introductie. Ik weet de meeste dingen al, denk ik. Maar ze wilt het gewoon lezen. Misschien staat er nog nieuwe informatie. En ik denk dat het handig is voor mijn volgende vak, Cognitive Science en AI. Oh, dus, daarom ben je een popa. Ja. Zodat ik mensen toch weer een stapje voor ben. Nee, okay. Nou, wel smart. Je bent heel smart. Je leest heel veel van dit soort boeken. Dat is goed. Dat is goed voor je brein. Ja. Ja. Ik heb ook een boek gehad. We hebben beide bij Waterstones in Amsterdam. Is goed. Kijk hoe mooi de verpakking is. Je hebt geen verpakking. Nee, niet wat jij wel. Ik had gevraagd, dus ik wil eigenlijk een tas. En toen zei ze van, ja, wil je tas of wil je papieren ding? Ze vroeg iets zo van, ja, doe maar. Toen keek ik dit en ik dacht, jij. Nee. Ik heb een boek van Murakami gehad. Het is fictie. Ik weet eigenlijk nog... Het is een soort van science fiction, detective story en postmodern manifesto. Daarom ben ik nog bij Lego geweest. En hij heeft deze Cherry Blossom Lego bloem gehaald. Dit ding is, denk ik, 35,35 centimeter lang. Ik ben heel excited om te maken. Ik ga wel Valentijnsdag maken. Alleen! Ah. En toen mochten we twee dingen uitzoeken. Twee poppetjes uitzoeken. Of, nou ja, ze hadden een bak met allemaal dingen die ze kwijt wilden volgens mij. Ik heb zelf een soort van zin in eten, maar ook niet. Ik heb geen zin om te koken. I get it. But we're gonna do this together. Yeah, we're gonna die. Otherwise we're gonna die. Otherwise. Ze niet eten. En wel heel lekker gegeten. Woehoe! We gaan vandaag tteokbokki maken! Is dat niet tteokbokki eerlijk? Ja. Oh, ik niet. Dus. Ik weet nooit tteokbokki. Nee, moeder altijd doen. Oh. Ik kijk alleen maar naar de buurt. We gaan fishcakes erin doen. Dit zijn dus fish. Fishcakes. Ja, we gaan noedels erin doen. Mandu. Oh, wil je deze in de koelkast zetten? Oh ja. Eetkamer? Ja. Lente-ui. Natuurlijk tteokbokki. Tteokbokki saus. Kaas en knoflook en ui. Oké, dit is dan alles wat we erin gaan doen. Ja, ze komen allemaal van de toko. De meeste dingen van de toko. Alleen de kaas, knoflook, ui en deze noedels hebben we bij de appie gehaald. Heb je een noedels? Als het goed is, moeten we eerst de tteokbokkies koken. Ja. En dat doen we wel. Ik denk dat deze wel groot genoeg is. Dat kan hier. Water in. Tok, 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 tok. Oké. Water laten koken. Wacht. Deze op die kant. Oké, we gaan alles in een grote pan doen. En dan lijkt dat alsof zo'n mukbang, weet je wel? Ja, zo'n hele grote mukbang ding. Wow, kijk hoe groot deze toks zijn. Wauw.
Dus eerst hebben we uien gesneden. En tteokbokki is aan het koken. En we gaan de uien zo opbakken met de lente-ui. En dan gaan we de mandoes domen. I guess. We hebben hier milkjes en bonbon. Dat klinkt zo schattig. Krijg je deze? Wauw, dit ziet er echt goed uit. We zijn nu vluchten aan het boeken naar Maleisië. En de tickets zijn echt heel duur. Oh my gosh. Ik heb een enkeltje omdat ik daar al ben. Maar ST moet 2 keer zoveel betalen. Ja, mij is het gelukt om mijn vlucht te boeken. Maar die van jou is helaas geannuleerd. We weten ook niet waarom. Oké, we gaan eindelijk Single Inferno's kijken. Oké, ik kan dit kan ik echt niet meer aanzien. Oh my god.